Ah, kijk te gaan dan. Helemaal geweldig is dit. We hebben wat gevonden. We gaan allebei een rondje. Klaar voor de start? Af. Klaar voor de start? Af. Het is zaterdagochtend en we lopen in het park. Ja, trouwens, ik loop, Sarah die stept. Dus ik vind het helemaal geweldig, want je hebt allemaal die geassorteerde paardjes. Ze gaat helemaal los op de step. Oh, het is zo leuk. Wel leuk, elke keer spreken we een punt af tot waar ze mag. Dus ze mag nu tot deze toren. Dus hier verder toch niks. Dus dan kan ze helemaal lekker los. Ah, kijk te gaan dan. Helemaal geweldig is dit. Nou, deze weg is natuurlijk helemaal het einde. Ze mag tot de rode paaltjes. En dat is zo'n stuk. Echt helemaal het einde natuurlijk. Hier loopt eigenlijk nooit iemand. Dus dat is geniaal. In ieder geval, er lopen wel eens mensen, maar er rijden hier geen auto's meer of iets. Dus af en toe een scooter of een fiets. Maar het is heel ruim, dus. Het is perfect, joh. En we hebben ook een doel waar we naartoe gaan lopen. We hebben ons doel gevonden. We gingen kijken in de boekenkast hier. Want Sarah die leest heel veel. Gaan eens kijken wat erin staat. Ja, de ene keer heb je geluk en de andere keer niet. Oh, kijk nou, Pietje Bel, dat is van vroeger. Dit is wel een jeugdboek. Je mag hem. Maar ik weet niet of jij dat leuk vindt. Dit is de filmeditie. Eens kijken wat er nog meer staat. Staat er nog iets? Er staat niet heel veel voor kinderen dit keer. Maar dat is met dit soort kastjes, dan weet je het nooit, hè? Is dat spannend? We hebben wat gevonden. We gaan allebei een rondje. Klaar voor de start? Af. Oh, bijna. Goeie bocht. Goed zo. Ik denk dat ik er een minuut of zo heb over gedaan. Nou, ik denk wel iets sneller hoor. Want ik film maar 35 seconden nu. Klaar voor de start, af! Je hebt er 32 seconden over gedaan. Oh, sorry. En we gaan weer lekker helemaal naar huis. Wel lekker even door het park en alles. Zo blij met de step. Echt zo leuk. Je weet wat waar, hè? Ik spreek ook in punt af. Dat had ik al verteld. Ik zal gelijk ook mijn outfit laten zien. Ik heb deze blouse en jas aan van Warehouse, broek, mango, schoenen, Vagabond. En ik heb een kalrugzaak. Ik vind het echt ideaal. Ik ben er echt zo blij mee. Schatje, naar links. Ja, maar anders gaan we de andere kant op. Je wilde toch naar huis? Je was moe, zei je. Je hebt ook een heel stuk gestept. Je vindt die honden leuk. We zagen net echt honden. En die ene was echt een kleine chihuahua. En die andere was echt gigantisch waar die man mee liep. Dus dat was echt een gigantisch contrast. Je mag tot het einde van dit pad, tot de splitsing. Oké? Okay? Goed zo. We hebben echt een flink stuk gelopen. En het was echt gezellig en leuk. En gezond. En nu gaan we gewoon heel erg chill een filmpje kijken. Zou ik even de spulletjes uitpakken? En dan, we hebben gewoon even een relaxmiddagje. En daar heb ik echt wel heel erg zin in.
En ik heb mijn masker op. Je hebt lekker je maskertje erbij op gedaan, hè? Ja. Maar wel grappig, want je bovenlip hangt nu onder je mond en je kin hangt eronder. Hij is een beetje groot. Maar hij is zo leuk. Sarah ligt op bed en Marco heeft een mannenavond. Dus ik ga snel mijn dingen achter de computer doen. En daarna ga ik Modern Family kijken. Ik heb het een tijdje geleden met de Big Bang gedaan. Daar heb ik hem helemaal opnieuw gekeken. En nu dus met Modern Family, want die is terug op Netflix. En dat vind ik zo leuk. We waren, wat is dat, denk ik, 2 jaar geleden begonnen met kijken. En toen hadden we op een gegeven moment zoiets van, hè? We hadden een aflevering gekeken en dachten, nou, het klopt niet. Toen hadden ze de eerste 4 seizoenen er al afgehaald. En even later was de hele serie eraf. Maar ja, we waren echt net 2 dagen aan het kijken en we hadden echt 15 afleveringen gezien. Dus dat was echt stom. En toen hadden we zoiets, nou, dan vinden we hem ooit wel weer ergens. En nu staat hij er weer op. En dat vind ik echt leuk. Dus ik ga hem weer helemaal kijken. Oh, altijd zo leuk om deze serie weer terug te kijken. En ik heb er een heel klein beetje laat gemaakt. Dus ik ga snel mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen. Doei doei!